Dierentuin. We zijn in het dierenpark Plankendaal. En als ik er ben, dan is Martin Gaus er ook. Dag Christel. Christel, het is mijn bedoeling dat ik je van alles ga vertellen over dieren. Mm-hmm. Maar vooral als je laat zien. Maar voordat ik hem laat zien, is het mijn bedoeling wel dat jij het gaat raden welk dier het zou kunnen zijn. We spelen dus een spelletje. Wij gaan een spelletje spelen. Daar ben ik heel goed in. Het dier wordt heel vaak gebruikt voor zijn wol. Een schaap? Jongen, dat was heel knap meteen in één klap. Maar dat is niet waar. Het is ook nog een dier wat heel veel kan dragen. Wel 30, 40 kilo. Een sterk schaap? Nee, ook niet goed. Ik heb nog een tip voor je. Als hij kwaad wordt, dan begint hij te spugen. De lama. Heel erg goed. Maar nou is er iets heel bijzonders. Ik wil je meenemen naar een kinderboerderij. We hebben een lama-soort. En dat is heel vertederend. Dat is een alpaca. Lama komen, Martin. Kijk, dit is hem, Christel. Wauw. Hoe vind je hem? Ja, eerlijk gezegd, ik vind dat hij toch een beetje op een hond lijkt ook. Hij is zo grappig, hij heeft echt krulletjes bovenop zijn kop. In Zuid-Amerika hebben ze die alpaca's in een hele hoop kleurslagen. Kriebelt. En ze worden echt gebruikt als huisdier. Mensen vinden het leuk om hem te hebben. Als huisdier? Ja. Hey, een kudde geiten, maar. Kijk nou door eens even. Kijk, als je hier die ogen zou je moeten zien. Ja. Die zijn zo mooi. Kijk, met die hele lange wimpers. Hé, hey, geit, blijf eens uit mijn emmer. Hey. Hallo. Ja, die geiten zijn heel erg brutaal, hè? De Inca's. Abad. Dat was heel brutaal, hè? De Inca's? Ja, dat was een volk wat in Zuid-Amerika leefde. Dat waren de Indianen, heel lang geleden, 4000 jaar geleden. Okay. En die gebruikten deze dieren om ze aan de goden te offeren. Maar. Dit is nog een heel belangrijk ding. Je moet zo'n dier niet dwingen. Als je echt chagrijnig tegen hem doet, dan wordt hij chagrijnig terug. Dat doen we niet, hè? En weet je wat hij dan doet? Wat? Dan spuugt hij. Dan spuugt hij zijn mageninhoud, spuugt hij zo in je gezicht en dat stinkt. Stinkt. Dat is vreselijk. Hoe kan je nu het beste met dieren omgaan als je op een boerderij bent of als je ze wilt aaien? Nou, ik heb altijd de neiging om gewoon een klein beetje naar beneden te gaan. En dan ben ik niet zo groot voor ze. Dat zorgt voor vertrouwen. Als je heel groot maakt, overheers je heel erg. Als je nu de beesten wil voederen, moet je dan je hand plat houden? Ja, haal plat. Dan kunnen ze gewoon eraf halen. En op het moment als je dan aan wil raken, gedurende het eten geven, kan je ze aanraken. Kijk, zoals ik nu doe. Ah ja. Het mooie op een kinderboerderij is altijd dat de dieren in harmonie met elkaar leven. Ze verdragen elkaar heel goed. Ze weten precies wat hun plaats is. De rangen en standen zijn duidelijk. En je hoeft als mensen ook nooit bang te zijn dat ze je aanvallen. Want geloof me, één geit of een ezel of een varken of wat er ook loopt die raar doet, die wordt er tussenuit gehaald. Ja. Wat voor dieren er ook zijn, ze leven in harmonie met elkaar. Maar je voelt wel als je geen eten meer hebt, dan zijn ze weg. Ja, we zijn alleen goed voor het eten. Welk dier zien we volgende keer? De volgende keer heb ik een heel ander soort dier. Een echt een wild dier, want dit zijn eigenlijk huisdieren. En dat is... Nee, je brengt me in de verleiding. Ik vertel het je niet. Ik laat je weer verrassen. Oké, tot de volgende keer. Ga je duwen, hè? Ja. In de modder.